Dit is Zeljeswa de Battle. Rustig, 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 koud. Welkom. Ik zit hier langs Ton Kuipers, onze held van deze week. Captain Ton, zou ik maar zeggen. Captain Ton Kuipers, helemaal. Kijk. Ton, omdat je captain bent, hebben wij een mooi capje voor jou. Dat is deze. Captain, zeg eens waar de battle. Kijk. En zo ben je ook herkenbaar dadelijk in het dorp. Dus ik zou zeggen, zet hem maar eens op. Kijk eens, potverdorie. Hoppa. Zeg, we gaan straks het dorp in en dan krijg je een paar opdrachten. Maar misschien is het toch wel handig om er een assistent bij te hebben. Had jij een idee van een assistent? En die moet het dorp vier eens week een beetje kennen natuurlijk. Ja, graag. Daar heb ik wel iemand voor. Ja? Ja. Kunnen die deze kant op laten komen? Die kan ik kijk eens bellen. Dat doen we eens even. Erik, Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ik heb de Blos hier op visite. Voor een dorpsspel, opnames. En ik heb even een assistentje nodig. Ben jij in de buurt? Ik ben in de buurt, ja. Maar ik moet even een kant halen. Oké. Dan eigenlijk over een halve minuut. Oké. Yo, hoi. Zeg, dan komen we daar ook de deur op in. Had je al een idee wat we gaan staan? Ja, de enige plaats die ik zo kan bedenken is het Vrijthof, uiteraard, grote dorpsplein. Maar ja, ik weet niet wat de bedoeling is, dus... Nou, omdat je dat niet weet, lijkt me dat een heel goed plan. Oké, okay, dan gaan we naar het Vrijthof toe. Wij wachten even op de assistent, dan gaan we naar het Vrijthof en dan gaan we verder met de eerste opdracht voor Zeg eens wat, de battle in Vierlingsbeek. Zo Erik, goedemorgen. Hallo, Arno. Waarom hebben ze jou gevraagd, denk je? Ja, waarom hebben ze mij gevraagd? Misschien zou ik als eerste in zijn telefoonlijstje. Is dat zo? Nou, wat we bijna bovenaan denken, de E. Maar, maar goed, ik ben nou hier. Ik hoop dat je hem goed kunt assisteren, want hij had het hard nodig. Ja, ik hoop dat ik hem goed... tot assistentie verleen. Dat lukt al. We gaan meteen beginnen, jongens. Met Zeg eens wat, de battle in Vierlingsbeek. Je kreeg een rode draadspel. Goed opletten. God als volgt. Verzamel zoveel mogelijk mensen met een slaginstrument. En dan mag een emmer, een pan, een trommel of wat dan ook zien. En deze moet een liedje trommelen. En een liedje moeten zelf bedenken. Aan het eind van het programma moeten ze dit ten gehoor brengen. Per trommelaar krijg je 10 punten. 25 punten als het liedje duidelijk te horen is. En 25 punten als ze mee la la la. Als ze een beetje meezingen. 200 punten extra als je zorgt dat ze door het dorp marcheren. En tussen iedere opdracht gaat de 10 minuten tijd om even te bellen en aan deze opdracht te werken. De bedoeling is dat op het eind van het programma de mensen op een andere locatie ergens staan te wachten op ons, zodat we dan de rode draadspel kunnen uitvoeren. Is het duidelijk? Ja, duidelijk. Ja, zeker duidelijk. Dat is de eerste opdracht, dus ga je gang, zou ik zeggen. Oké, dan gaan we beginnen. Erik, we moeten zoveel mogelijk mensen hebben. We kunnen twee dingen doen.
We delen of het dorp in tweeën, pakken we in elke straat. Degene die je kent, belde aan en dan laten hem door de straat rondlopen en dan verzamelen de mensen. Of we bellen allebei in ons bestand mensen, die bellen ook allemaal mensen en die laten op één punt komen. Ik denk dat het tweede makkelijker is. En misschien wat vereniging of zo bellen. Marijn, Ton Kuipers, goedemiddag. Hey Marijn, ja, heel even kort, want we hebben een beetje haast. We zijn bezig voor opnames van de blos. En ik moet hem, dat gaat op tijdlimiet. Ik moet hem 2:30 voor bij Nellis onder die afdak. Moeten wij zoveel mogelijk mensen hebben. Met een emmer of met een trommel, in ieder geval iets waar je op ritme kunt spelen. Hebben. En hoe meer mensen, hoe meer punten wij krijgen. Dus kun jij een aantal mensen ook rondbellen. In ieder geval ook een paar vaste drummers van de drumband. Zodat we in ieder geval ook een paar vaste slagwerkers hebben. Ja. Oké, dank je. Hoi. Ja, wij mogen voor de blos wat televisieopnames maken. Blosopnames. En dan hebben wij een aantal opdrachten. En een van die opdrachten is om 2:30 zoveel mogelijk mensen op het Vrijthof zien te krijgen met een emmer en wat stukjes die kunnen trommelen. Met een emmer of met een trommel, in ieder geval iets waar je op ritme kunt spelen. Ja, maar daar moeten we andere mensen sturen. En zoveel mogelijk mensen die ook weer met laten nemen. In ieder geval ook een paar vaste drummers van de drumband. Nee, nog niet. Zodat we in ieder geval ook een paar vaste slagwerkers hebben. Ja, dat is goed. Oké. Hey luister, we gaan door met de tweede opdracht. En de tweede opdracht is het leeftijdenspel. Zoek 6 mensen bij elkaar. En van die mensen wordt de leeftijd bij elkaar opgeteld. Als degene een paspoort of ander identiteitsbewijs meeneemt, dan krijgt het dorp 10 punten extra. Per identiteitsbewijs. Hiervoor krijg je 15 minuten en de tijd gaat nu in. Succes. Oké. En dan gaan we hier rechtsdeur naar links. Kom maar. Mensen aan de deur. Hey, ja, maar daar wonen maar ook mensen aan. Nee. Jawel. Ja, het is bar weer nou. Het komt met bakken eruit vallen. Maar we houden vol hier aan Vierlingsbeek. Dus het komt helemaal goed. Ja. Oké. Okay. Wat een bloos. Hoeveel zijn er al? 2. We moeten al 6 hebben, hè? 6 hebben, ja. Yo, Ralf! Ja, het is gewoon van de straat. Hè. Dat gaat zo door elk dorp heen. En als je dan ook nog een pasje of een identiteitsbewijs zo hebt, is 10 punten extra. Er staat nou ook al buiten, kom. Ja, dat komt de volgende aan. Dan hebben we nog 1, 2, 3. Giel, geef hem ook even. Oké. Ja, kijk, dus mijn buurman die gaat... Weg de Kloosterhof in of Kreupelstraat. Dat is een beetje de seniorenhoek. Seniorenhoek, hè, die Jan Viersbeek, ja. Seniorenhoek, hè, de senioren, niet de bejaardenhoek, maar de seniorenhoek, hè. Kijk eens. Kijk. Die komt ons ook al helpen. Ja? Goeiedag mevrouw, kom erbij. Hoppa. Hoeveel hebben we er? 5? 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. We moeten er nog 1 hebben. Wie had er nog iemand tussen zitten? Niemand? Ja, die 2. Ja, die deed niet op. Haal het erbij. Dan hebben we er 6. Mevrouw, mag ik uw leeftijd vragen? 34. 34. En uw leeftijd? 77. Kijk, dat telt op. Meneer? 69. En mevrouw? 69. En deze jongeman? 19. En deze meneer? 35. Kijk, hebben ze bij elkaar? Hebben we identiteitsbewijs ook? Toevallig. Och god, 3 passen had ze bij je. Nee, die is niet bij mij. Oh, 3, dat is 30. Jongen.
Dat is één. Dankjewel. Ik heb hem niet in. En deze mevrouw had hem ook bij zich? Nee, ik had hem niet. Had hem niet? Deze mevrouw had hem ook. Er zijn er drie. Had u identiteitsbewijs? Aan die kant nog? Goed zo, dankjewel. Er zijn er vier. Assistenten, die is aan het tellen. En die komt dadelijk met een prachtige uitslag voor Vieringsbeek. Kom maar eens vertellen. Met al die paraplu's. Kom. Nou, ik heb bij elkaar geteld 343 punten. Vieringsbeek heeft net als Boksmeer pech met het weer. Bij het leeftijdenspel viel het met bakken uit de hemel. Het was dan ook moeilijk om de senioren op de been te krijgen. Om toch aan 6 personen te komen, moest de jeugd bijspringen. Een stroeve start voor Vierlingsbeek. Tot nu toe de laagste score op dit onderdeel. Die is er vast binnen, hè? We gaan meteen door, hè? Ja, meteen door. We gaan door met de derde opdracht in de regen. Hoe gaat het, jongens? Ik had verwacht dat net sneller 6 personen bij elkaar had. Maar ja, in de seniorenhoek dan bel je aan en dan doet toch niet iedereen zomaar mee voor de camera. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Dus, We gaan door met opdracht 3. Opdracht 3 is hou hem omhoog. Je krijgt 10 minuten de tijd om iemand te zoeken die een bal omhoog kan houden. 1 keer oefenen en dan moet hij beginnen. Hij krijgt slechts 1 poging. Voor iedere keer dat hij de bal omhoog houdt, krijgt hij 5 punten. En tijd gaat nu in. Oké. Okay. Roel, kun je Sander even omroepen naar de kassa? En dan moet je die eventjes naar hier tegenover naar Nelle sturen. Dan moet hij binnen, wat is het, nog 5 minuten. Die moet heel even een bal hoog houden. Dat is een opdracht. Ja, ik heb nou iemand van Fortum eraan, dus die wil niet meewerken. Hé, hey, doe even, ja? En voor 5 minuten heb ik hem hier nodig. Oké, dank je, hoi. De bedoeling is dat je zo vaak mogelijk de bal hoog houdt, zonder dat hij op de grond komt. Laag houden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 keer. 16 keer 5. Hoe ging het, jongen? Ah, niet zo goed, hè? Nee? Nee. Kun je normaal beter? Nou, misschien wel. Ja, zenuw van de camera natuurlijk. Ja, tuurlijk. En die rare hoed van mij. Ja, die helemaal. Ja, dat bedoel ik. Nou, je wordt in ieder geval hartstikke bedankt. Ik zou zeggen, goed, gaan we naar Piet, want daar heb ik een speedboot. Nou, die zal me niet verkeerd boos hoor. Nee hoor. Oké, okay, hey, bedankt voor deze keer. Kom los bij Tom. Want we gaan onze assistenten, onze lieftallige assistenten, eens vragen hoe dat ermee staat. Jacqueline. 16 keer 5, 80 punten. 80 punten voor het omhoog houden. Omdat het zo hard regende, zijn we onder een afdak gaan staan. Misschien was de ruimte voor deze deelnemer wel iets te krap, waardoor hij tot hetzelfde aantal kwam als Overloon. Vierlingsbeek moet nu toch echt aan de bak, want Sambeek loopt zo wel heel veel uit. Wij gaan door met de volgende opdracht. Opdracht nummer 4. We gaan namelijk een potje sjoelen. Je mag de overgebleven stenen 2 keer terughalen en de punten worden met 10 vermenigvuldigd. Sjoelen. Sjoelen. Ja, heb je dat eens vaker gedaan? Nou, ik ben niet zo'n spelletjesman, maar Nou moet het echt alleen doen. Nou moet het echt alleen doen. Nou. We kunnen de telefoon vatten, maar daar helpt niks aan. Op zijn concentratie en dan laat ze me schuiven. Hè? Kijk, laat ze maar schuiven. We gaan eraan, kom. Kijk, daar is hij nog niet. Ik heb een lucht, ik wil je. Ik heb een mooie zin. Ik heb een lucht, ik wil je. Ik heb een lucht, ik wil je. Ik heb een lucht, ik wil je.
Godverdorie. Nee, dat is niet niks. De laatste ronde, jongen. Ja. We gaan, hè. Komt goed. Kom op, hè. Kijk. Centimeter voor in de hoekje raken. Kijk, daar was hij. Nou, we zullen eens gaan tellen. 2 in de 2, dus dat is 4 keer 10 is 40. In de 3 zitten er ook 2, dus dat is 60. 2 in de 4 is 80. En de 1, dat is de topper deze week. Even kijken, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Dat is 120. Zo. 200, 300 punten in totaal. Jammer dat er veel stenen in de 1 kwamen. Daardoor had hij wel veel stenen in de punten, alleen in het verkeerde vak. Met een totaal van 300 punten zit de captain ook bij dit spel in de onderste regionen. Zoals het er nu uitziet, zal Veerlensbeek zijn best moeten doen in de theorieronde. Maar er zijn nog 3 spellen te gaan. Telkens springen. Krijg 10 minuten de tijd om iemand te vinden die voor het dorp gaat touwtjes springen. De sprongen worden met 5 vermenigvuldigd. En je mag zelf niet deelnemen aan het spel, ook de assistent niet. Okay. Dus ik zou zeggen, ga maar eens iemand zoeken. Dat doe ik. Wie had ik geregeld, jongen? Mijn schoonvader. En komt die? Ja, dat zien tenminste achter Kels. Ik kom me gewoon even springen hier. Kijk, dat bedoel ik. Die moet hij hebben. Zo is dat. Geregeld. En is hij sneller hier? Hij zou binnen 3 minuten hier zijn, zei hij. Dus, Nou, dan wachten we er even op, want het is hier niet al te weer, moet ik zeggen. Nee, we hebben net de verkeerde periode te pakken, maar ja. Ja, nou. Dat komt helemaal goed. Straks met de voeten voor de kachel en dan... En we staan droog, hè? Zo is dat, we staan droog. Dat bedoel ik. Hoe gaat het trouwens met de rode draadspel? Ja, goed denk ik. De klok van 2:30 gaat naderen, dus ik verwacht eigenlijk de eerste persoon al. En hoeveel mensen komen er? Ja, we hebben er veel gebeld, maar als het denk ik is 25% ervan komt, dan zullen we... Dan naar de 500 man. Ja... Nee, ik denk een man of 30, dan denk ik toch wel heel erg tevreden, mijn gezin. Nou, we gaan daar wachten. We wachten in ieder geval eerst even op die grote touwspringman. Hebben ze jou van de bank afgerukt? Ja, inderdaad, mijn vrouw is jurk vandaag. Ik... Oh, proficiat. Ja, je zal ik het vertellen. Flying koffie, hut vol. En dan breng je niks mee van mij? Dat ga ik eigenlijk maar doen. Maar dat heb ik niet aan gedacht. Want ja, ik heb hem nu. Dit natuurlijk wel. Ja, dat is wel. Dus hard vies om hier te komen. Dat klopt. En ik heb de pieper liggen, dan moet ik er nog aan beginnen. Ja. Nou, dat doen we eens even oefenen eerst. Ja, waarom hebben ze jou gekozen, denk je? Ja, mijn schoonzoon. Die zit... Ja, waarom? Dat is de captain. En waarom? Ik dat goed? Nou, ik kan dat denk niet goed, maar ik doe heel veel mountainbiken. Dus hij denkt dat ik een behoorlijke conditie heb. Ah, vandaar. En daarom had hij meteen gebeld. Ik denk dat dat er één is. Want iedere keer als je het ook op de grond raakt, dan krijg je wel extra punten. Dus heel veel touwtjes springen nou, hè. Ja. Kan hij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47. 47 keer, dat is niet menselijk, jongen. Nou, ik vind het heel wat. Dat wou ik ook zeggen. Ja. En een beetje piepje leeg, of niet? Het begint te komen, ja. 47. Zeg, we gaan eens even volgen wat onze assistente er allemaal van vindt. Hoeveel punten hebben we? Arno laat even niet op, want bij de 47e keer ging het touw niet meer onder de voeten door.
dus 230 punten op dit onderdeel. Prins Carnaval liet wel zien dat hij een goede conditie heeft. En als Ton hem niet af had geleid, dan was hij nog veel verder gekomen. Wat vind je ervan? Ik weet niet wat de gemiddelden zien, maar voor een kel als hem is toch niet verkeerd, dacht ik zo. Hè? Dat is helemaal niet verkeerd, dacht ik. Hoor. Ik vind het hartstikke goed. Kijk. Nou, dat was het. Hartstikke bedankt. En een heel fijn feestje thuis nog. Komt goed, ja. Feliciteer de vrouw maar vanaf. Zal ik doen, ik zal eens de vlaai halen, dat je een puntje hebt. Ja. Helemaal weer. Oké. Okay. Bedankt. Hey mannen, dat was de battle van u, hè? 5 opdrachten goed volbracht. Wat vonden we ervan? Ja, nou, je kent wel ontzettend veel mensen, maar om de juiste persoon toch eventjes in zo kort mogelijke tijd hier... Rustig, Karel, godverdomme, wat maakt hij toch kloor? Hier is hij weer. Hè? Hier is hij weer. Ja, dat heb ik gemerkt. Kijkers, kinderen, bandanas, hè. Ik heb nog maar een paar man op in bandanas gezien, maar ook nog met petjes en ik wil gaan... Petjes, die wil ik helemaal niet. Ik wil bandanas zien. Het eerste wat we nou gaan doen, kijkers, is gewoon uitbeeld. Uitbeeld, die man. Hey, Keer. Hoe heet hij? Ton. Ton. Ik ben al dukker bij hem geweest. Dan pak ik gewoon zijn microfoon aan, af van die kan niks. Ik ben durpslievend. Dat weet ik denk ik wel, dat weet ik jullie wel. Of niet, dan weet ik het nou. Je kunt extra punten gaan verdienen. Dat is mooi. En dat doe ik samen met mijn vriend Sjaak. Ik heb vroeger op mijn Sjaak gebiljard en gescheurde boelt. En dan gaan we even in discussie. Blijf even wachten, alles komt goed. Kijkers. Sjaak, ijsje? Nee, jong, het is geweer van ijs. Wat geweer? Meneer Wel, bier? Nee, ik heb met de feestdag nou een lekker pasteitje gehad met ragu. Dat is opzij, een boterham leverpastei. Nee, gewoon een pasteitje. Met ragu. Dat vond ik wel lekker. Lekker, ja. Dat zou ik nog wel een keer lussen. Ja. Sjaki, regel ik weer een keer. Pasteitje. Met ragu. Oké, één moment. Heren. Dit spel dat heet Grotes. 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 Karel, je komt altijd Grotes wereld door. En dan heb ik samen even met Sjaak hier verlegd. Voor 250 punten kunnen verdienen. Als jullie Grotes met Pietje 6 pasteitjes met de grij erin, weet je, waar ook in de kroket zit. Goed. Ja. Maar ik wil niet de paneer... Kijkers, geen paneermeel eromheen, hè? Want dan moeten we eerst stampen en dan in zijn ding houden. Nee, gewoon met ragu. Als je die van elkaar kunt krijgen. 250 punten. Dat wordt geregeld. Grotes, hè? Grotes en voor niks. En, even wachten. Glaasje chocomel bij Sjaak. Ja, dat is ik wel, ja. Ja, goed bekeken. 10 extra punten. Als je er een lekker glaasje of cupje chocomel bij kunt regelen. Dat wordt ook al geregeld. Grotes. Grotes. Oké. Okay. En een net warm afgekoeld stukje appeltaart. Hoeveel punten zien daar? Heel vlug kunnen we dat regelen. 25 punten erbij. Is geregeld. Maar dan krijg je maar 10 seconden. Dat is goed. 7. Nee, dat zijn we niet lekker, kijkers. Hè? Kom door. Ja. Kom er eens even bij. Dat moet je zelf weten. Hey, kan ik je nou eens het beeld? Want we willen jou helemaal niet erbij hebben, nou, want er schiet helemaal niks op. Hé, hey, dat is een mooie winkel. Nou. Allemaal Belgische mensen. Ja. Nou, we gaan even... Wie is de boss hier? Op dit moment, ja, die zal wel... Pieter niet? Voorzitten. Nee, ik denk het niet. Maar we gaan maar zelfs een spul pakken, hè. Kan ik het zo halen? Ja. Kom weer jatten, hè. We gaan weer jatten. Ik ken het hier helemaal niet, hè. Dus, Ken je hier de weg? Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar weet wel wat we moeten zien? Ja. Ja.
En lekker slaasaus hier. En mevrouw, wat eet u de weekend? Geen idee. Weet geen idee. Lekker leverworst. Ja, leverworst. Grotes leverworst. We gaan even door, want we krijgen grotes ragout. Nou, meneer. Ook honger? Hoeveel man zijn we? Zes. Hey, Sjaak, hey, we kunnen nog kiezen, Sjaak. Wat voor ragout lust, hè? Ik weet niet wat ze allemaal hebben, hè. Kalfsragout, kippenragout, konijnenragout. Nou, ik geef de champignonvlees. Ik geef de keuze aan jou. Oké. Okay. Waar hebben we gekozen? Kalfsvleesragout. Dat is de lekkerste, denk ik. We hebben lekker gegeten van de ragout van Piet Verbeter. En zo is het. Hey, ja. Willen 175 punten extra verdienen? Als het kan. Weet je dat vrouwke wat daar staat, daar, bij die kees, hè? Ja. Als die Arno een zoen durft te geven, ja. 175 punten. Oké. Okay. Op die zeiksnaar van hem. Laat niet, Sjaak. Dat moet toch de regelen zien, hè? Dat gaan we regelen. 150, als hij dadelijk dat bestijtje in de kwaken dood, dan komt ze er gewoon aanlopen. Dan... Geen wat boven loon komen staan, hè? Oh ja, ja, Beek wel wat boven loon komen staan, ja. Dat bedoel ik. Ja. Nee, dat kan niet voorkomen, want je staat nog ver achter volgens mij. Ik weet dat niet, maar je staat nog heel ver achter. Maar als dat gebeurt, dan staan jullie boven loon. Oké, okay, maar we gaan ook steeds weer maken. Oké, okay. Ja, kom aan, hoor. Vriend. Die oranje in het oor. Ja. Even kus wil geven. Op de punten zijn allemaal gevierd. Ja. Arno, de meisje wil een handtekening van jou. Hallo. Ja, gewoon een handtekening. Hey. Ik ben Arno. Hoppa. Oh. Hartstikke. Ja. Op de snor. Ben ik zo'n grote fan van mij? Nee, helemaal niet. Maar dat is voor de punten. Want dat is het ergste wat ze ooit moeten doen, of niet? Hadden we wel eens iets ergens moeten doen? Oh, jawel hoor. Kan ons niet. Jawel hoor. Ja, nee, dat gooi ik. Knappe vent, dat wil toch iedereen wel zoenen? Wie wil nou zijn handveger zoenen, man? Maar goed, we gaan naar de prestaties. Hé, hey, meneer. Kom eens, meneer. Ja. Hebben... Is dat meneer van Voortum? Ja, dat is een rivaliserend dorp, maar... Moeten we nog naartoe, hè? Daar moeten we nog naartoe, hè? De vraag is of wij deze voor Vierlingsbeek zo mee mogen nemen. Nou, vooruit dan. Gevallen, mevrouw? Nee. Niet gevallen. Gewoon de heup uit de kom gehaald dus. En in één keer? Ja. Nou? Dus nu is het even stokken lopen. Dat is niet zo best. Dan kunnen we beter een goudvis uit de kom hebben als de heup eruit. Dat weet ik wel zeker. Hé, hey, beterschap mevrouw, hè. En ben je alles erdoor? Nou, ik moet nog een heel beetje, een heel stuk. Maar je hebt nog even de tijd, hè? Ja. Klopt. Hoe laat moet je werken? Tot zes. Hey, ik pak even een grote spikkelos, ja? Dankjewel, mevrouw. Dag. Doei. Doei. Heb je ook al een keer? Ik heb al, maar ik moet met de vingers eten, denk ik. Ja, dan ben ik toch gewend. Nee, kijk eens wat normaal vreet u de curf, hè? Gewoon u de curf. Dank je wel. Of in zo'n bak? In een bak. Snijden wij niet in de rug? Nee. Oh. Nou, de captain en de assistent die kregen ook nog kijkers. Wij gaan eten en tot de volgende keer. Hè. Volgens ons was Karel door de kou bevangen. Want dit is de eerste ploeg die hem wist om te kopen. Maar de jury trapt hier niet in. De appeltaart was lekker, maar levert geen extra punten op. Wel scoort Vierlingsbeek het totaal aantal punten op dit onderdeel. Het is wel te hopen dat er ondanks het slechte weer een grote opkomst is bij het rode draadspaal, zodat het puntentotaal opgeschroefd wordt. Mensen uit Beek die we een beetje gemobiliseerd hebben, of door degene die we gebeld hebben uit huis getrokken zijn. Is dat mooi, of niet? Ja, dat is fantastisch. Ze beginnen nu al, dus... Wij gaan tellen. Kom maar.
Oké, nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Doen die twee handen mee? Ja, die doen ik allebei mee. 39 mensen hebben we. Nou, prachtig toch? Ik denk als hij zo met carnaval ook kan zien, hebben we weer een uitgebreide joekskapel terug. Dus, Dat bedoel ik, kijk. Hé, hey, maar het is goed gegaan volgens mij. Denk het ook, ja. Ik ben het tevreden? Heel tevreden. Had niet beter gekund, denk ik. Zoveel muzikaliteit hier onder de afdak. Dat bedoel ik. We gaan eens vragen hoe de puntenstand is. Want mijn lieftalige assistent en mijn hulpje, mijn rechterhand, die heeft de punten bij elkaar geteld. Voor het laatste spel hebben jullie 39 mensen, dus 390 punten. Plus 200 punten voor het prachtige marcheren. Het was geweldig. 200, dan ook nog 50 punten erbij voor het liedje en alles. Helemaal goed. Bij elkaar hebben jullie voor Zeg eens wat de battle 2028 punten behaald. En net als in Boksmeer hielp het weer niet mee. De drumband was prachtig en liet zien dat Vierlingsbeek een muzikaal en hecht dorp is. Volgende week is de beurt aan Fortemullen. Dit is het laatste dorp dat Sandbeek nog in de praktijk kan bedreigen. In de theorieronde is nog alles mogelijk. Hier komen we nog op terug. Gefeliciteerd jongen. Prachtig. Dames en heren, van u een heel gezellig Vierlingsbeek. Het is helemaal top. Dit was de battle. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.